Het COVID-19-virus heeft nog 5 levens geëist. Dit staat op de COVID-19-website. 1 persoon is thuis in coronie overleden. Uit de swab blijkt dat de COVID-19 de oorzaak is. Voor het jaar 2021 zijn er reeds 17 doden genoteerd. Hiermee is het totaal aantal COVID-doden gestegen naar 138. Ook zijn de afgelopen 24 uur 56 personen positief getest. In totaal hebben 200 personen de test ondergaan. 81 mensen worden nog verpleegd in het ziekenhuis en 10 zijn opgenomen in de intensive care.